In de middag van donderdag 16 september werd ingebroken bij een woning aan de Deventerstraat in Apeldoorn. Het raam in de keuken bleek te zijn ingegooid om binnen te komen. Binnen waren alle kamers en kastjes doorzocht. Onder andere een armband met grote emotionele waarde werd weggenomen. Door een oplettende getuige werd gezien dat een man over de schutting van de woning klom. Op beelden is te zien dat de verdachte de oprit van de woning afloopt. Vervolgens is hij doorgelopen in de richting van de Osseveldweg. Job, toch een trieste zaak, want die armband die is meegenomen had een grote waarde voor het slachtoffer. Ja, absoluut. Het gaat hier om een erfstuk dat dus echt grote emotionele waarde had. En het gaat om een schakelarmband met bedeltjes. En het kan goed zijn dat iemand die armband recent ergens aangeboden heeft gezien. Ja, en als dat zo is, dan horen we graag van hen. En op de beelden is te zien dat die verdachte vrij opvallende zwarte pet met witte opdruk droeg. En daarnaast droeg hij ook een zwarte rugzak, vermoedelijk van het merk North Face. Ja, en mocht u nou weten wie dat is, laat het dan zo snel mogelijk aan ons horen. Weet u wie die man is of kunt u meer vertellen over deze zaak? Meld het dan. U kunt het online doorgeven via tipformulier op politie.nl of bel de bekende nummers. Informatie over een zaak? Bel de opsporingstiplijn op 0800 6070. Of meld misdaad anoniem 0800 7000.